staan we weer, jongens, in België. Jullie zien het al achter mij. Bij Gijs, oftewel Zena Tabakotiek. Eindelijk zijn ze weer open. En Gijs is op dit moment 30 jaar werkzaam in Baarle. Heeft in verschillende winkels gewerkt. Maar hij is er dit jaar 30 jaar. Hoe ziek is dat? Ik denk dat de meeste mensen die nu kijken naar deze video niet eens 30 jaar zijn. We gaan zo meteen even wat inkopen doen hier zo. Laten zien wat ze al hebben. Want ik weet toevallig dat op het moment dat jullie deze video zien, dat er al verschillende compounds zijn van Riakeo, Iskra, de matten zijn terug. Dus we gaan even binnen kijken wat ze al hebben staan. Neem een mooi tasje voor jullie mee. En dan gaan we natuurlijk ook even stoken. Want de laatste tijd dat we naar België gaan, kunnen we natuurlijk niet zonder stoken voor jullie deze kant op. Laten we even naar deze kant gaan, om te beginnen. Wat ze nu al hebben. Verschillende kleine blokjes van Riakeo. Ik zie luipaars daar, die waren ook mooi. Nou, het verhaal van Funk is natuurlijk wel duidelijk. Helaas is het natuurlijk met leverproblemen, hebben ze natuurlijk leverproblemen. Dus in Nederland en België zal het lastig worden om deze nog te krijgen. We gaan zo meteen nog wel even Gijs vragen of dat überhaupt nog komt dit jaar. Dit jaar 30 jaar in Baarle? Ja, 30 jaar. Ik heb eerst 2 jaar in de winkel gestaan. Ja. Tenminste, toen was er nog geen winkel, was een klein hakbouwwinkeltje. Toen 3 jaar in de winkel van Loods. Dat was ook van ons. Oh, serieus? En toen hier. 30 jaar, jongens, hoe bizar is dat? Kom allemaal Gijs supporten. Jullie kennen de winkel natuurlijk wel. Kom maar al jaren. Eindelijk ben je weer open, ook mooi natuurlijk. Ja, gelukkig wel, was een hoop gedoe, een hoop gezeik. Ja. Rechtszaken gewonnen en mogen we ook. Ja, het recht zegeviert, jongens. Is het al druk geweest de afgelopen tijd? Ja, toch was de klanten die heel blij waren dat we weer open waren. Oké. Okay. En natuurlijk, op dit moment zijn wat grotere blokken ook aangekomen, de matten ook. Verwacht je nog meer de komende tijd? Waar mensen voor. Er komen nieuwe artikelen van Riakeo aan, er komen nieuwe artikelen van Funke, oftewel van onze Iskra-lijn. Die zijn gisteren los, ik weet niet of je ze precies staan. Een mooie cakes daar. Heb ik net laten zien in België. Heel populair, gisteren heel veel verkocht. Er komen ook nog grotere cakes van, kilo cakes, compounds. Nice. En qua knal, wat raad je aan? Als mensen die kan. Buiten Piranha blijft. Buiten Piranha. Dat zei ik net ook al inderdaad. Vitrine draait die mooi rond. Die blijft wel een van de hardere van jullie, hè? Ja, zeker nu P1 eruit is, is deze hoor. We hebben een mooi tasje van Gijs gekregen om even voor jullie te gaan stoken. Hij raadt dit tasje dus aan. Dus een dikke shout-out naar Gijs. Ik zou hem ook echt supporten, jongens. Want wat een pech heeft hij de afgelopen jaren gehad met de straat die open lag. Natuurlijk de jaren dat de winkels dicht moeten vanwege COVID. Dus een dikke shout-out naar Gijs. Ik vind het zelf persoonlijk de meest sfeervolle winkel van Baarle. En wat heeft hij ons gegeven? Allereerst deze knalcake. En even voor de duidelijkheid, hè. We gaan alles hier gewoon zo meteen gelijk stoken voor jullie. Heimdall. Dit is de Heimdall van Thor. Thor kent iedereen natuurlijk. Was vroeger de messier van de Aquarius. Voor de mensen die echt al langer in België komen. Pak je Biting Piranha. Hij zei het al net in de video. Dit blijven een van de beste knallers van Zena. Wat hebben we nog meer? Zena Assorti Fountain, dus een fontein natuurlijk. Kunnen we ook even zo meteen stoken. We hebben nog Crime. Of Grijn. Silver Tilt to Titanium Salut. Ook van Thor, jongens. Heeft hij ook even gegeven om zo meteen overdag even wat knalcakes te gaan stoken. Wat hebben we nog meer? Oh, mooie pijltjes trouwens. Van Funke. De Silver Blitzraketen. Ik ben altijd wel fan van deze kleine pijltjes, man. Dat zijn leuke pijltjes om te steken, toch? Ik heb ze nog nooit gehad, moet ik eerlijk zeggen. We zien ze natuurlijk wel altijd in Polen. Nog nooit gehad. En dat zijn er hoeveel? 10 stuks. Hebben we ook. En? Oh ja, deze natuurlijk. Zena Silver Banger. De Zena Silver Banger. Bijzondere verpakking. Zo met het plastic aan de bovenkant. Wel goed verpakt, moet ik eerlijk zeggen. Nou, het is natuurlijk allemaal een halve gram, vanwege het feit dat P1 eruit is. Maar we gaan even kijken wat het doet. Wat we altijd doen is alvast de dingen openmaken. Dan hoeven we niet onnodig te kutten dadelijk, weet je. Dus de Biting Piranha's zijn al open. En jij zei er net deze cracker als eerst, toch? Ja, man. Zilver banger, oké. Okay. Zoals beloofd beginnen we even met de Zena Silver Banger. Aansteken niet.
Ben benieuwd. Zo. Ben je niet slecht, man. Nee, die zijn echt niet slecht. Die zijn wel prima, ja. Er staat ook geen wind, dus heerlijk stoken zo. Ja. De rook blijft lekker hangen. Goeie knallers, man. Ja, man. Die van Zena. Doe maar even die biting piranha ook. Wij zijn natuurlijk dat dit een van de hardste bleef. Maar ik vind die zilverbanger het best. Ja, man. Is wel iets harder, hoor. Zijn harder, hè? Ja, man. Vlammetje erbij. Ja, man. Deze doen nu? Ja, ik vind het goed. Hey, die is goed, hoor. Goeie knalkeks, man. Ja, man. Container. Allemaal gewoon. Komt wel hoog, hè? Ja, man. Ik wil deze wel even getest hebben. Nee. Prima pijltje, hoor. Proberen zoveel mogelijk. Ja, man. Moet jij even op een afstandje gaan staan? Ja, die zijn wel lekker, hoor. Nu deze. Shout-out naar Gijs. Ik denk dat we deze wel beter 's avonds hadden kunnen doen, man. Ja, man. Die zijn echt het hardst. Ja, nee, dat waren die anderen. Deze zijn echt goed. Die anderen waren wel harder, hè? Ja, die van Zena. Ja, man. Eerlijk, kijk, dit is dus geen P1, maar ondanks dat is het nog echt hard. Toch of niet? Ja, man. Goed knalspel, man.
Ik hoop dat jullie dat ook goed op beeld horen. Dus we zijn op dit moment weer onderweg richting huis. Ik moet je zeggen, die zilverbangers van Zena, die vielen echt niet tegen. Waren goede knallers. Nou, die pijltjes ook natuurlijk. Normaal gesproken kiezen we niet om pijltjes te stoken. Want in Nederland zijn die verboden. Trouwens, alles wat we stookten, behalve die cakes. Maar die pijltjes waren ook leuk om te stoken. Veel achter elkaar. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Ik wil nog wel even een kleine disclaimer geven. Het vuurwerk wat wij gekocht hebben of gekregen hebben van Gijs, dat blijft in België. Dat nemen we absoluut niet de grens mee over, want dat risico lopen we niet. En we raden jullie dat ook ten strengste af om dat zelf te doen. Thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie mij volgende week weer bij een nieuwe video. Later.